De eerste tranche van retentiedollars, geld dat speciaal wordt gereserveerd voor het betalen van importen, is vandaag toegewezen voor de import van noodzakelijke goederen. Dit laat het ministerie van Financiën en Planning weten in een persbericht. In totaal is 10 miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar voor de import van medicijnen, basisgoederen en brandstof. Aanvragen moeten aan de regels voldoen. Importeurs van deze goederen kunnen zo aan de viezen komen tegen een maximale koers van 16,30 Surinaamse dollar voor 1 Amerikaanse dollar. De regeling heeft veel voordelen. Ten eerste hoeven importeurs hun dollars niet te betrekken bij speculanten. Deze goederen zullen daarom altijd beschikbaar zijn en ontstaat er rust op de valutamarkt. Verder zal de eerlijke en niet gemanipuleerde koers van 16,30 het mogelijk maken om de prijzen in de winkels omlaag te brengen. Door regelmatig dollars beschikbaar te stellen, zal de koers verder stabiliseren. De retentieregeling is op 1 maart jongstleden ingevoerd en dat betekent dat exporteurs verplicht zijn om 100% van hun exportopbrengsten naar Suriname terug te brengen. Hiervan moeten zij 30% verkopen aan de Centrale Bank van Suriname tegen de koers van 16,30. Een andere maatregel die ook is ingevoerd om de financiële markt te normaliseren, is de invoer van cash US dollars die via banken en cambio's aan de gemeenschap aangeboden worden. Dit gebeurt nu regelmatig. Vorige week was er al een zending. Banken, cambio's en de gemeenschap kunnen erop rekenen dat dit gecontinueerd wordt zolang het nodig is.